gekke dag met allemaal honderden nieuwe releases die uitkomen waar mensen op afkomen. Een feestdag met bandjes en de platenzaak staat in de belangstelling die dag. Het is laat genoeg, je schenkt de glazen vol. De laatste jaren zie je toch wel weer dat de mensen toch wel weer, denk ook mede dankzij Record Store Day, de weg naar de platenzaak weer weten te vinden. De speciale releases die voor Record Store Day uitgebracht worden, daar staan mensen al om 8 uur in de rij voor de winkel. Ik vind Record Store Day vet. Eurosonic-achtig sfeertje, beetje Eurosonic-achtig. En dat vind ik wel te gek. Ja, en ik heb natuurlijk deze Record Store Day aangegrepen om mijn live remix met Lil Kleine en Ronnie Flex uit te brengen. Van een klein feestje in de winkel is het een groot feestje geworden, nu ook buiten de winkel, bij ons. We hebben veel Amersfoortse bandjes neergezet, expres, om een beetje lokale sfeer te creëren. Met Hattie Hattie als uitsmijter vandaag. Record Store Day is een soort koningsdag, maar dan beter. Zonder koning, met heel veel vinyl. Wat tof is van zo'n dag als vandaag, is dat iedereen weer eventjes weet van, oh ja, daar zit die hele goede platenzaak. Waar ik nieuwe muziek kan ontdekken. En het is natuurlijk tegenwoordig heel veel online te ontdekken. Maar er is niks moois om even door die bakken te gaan en iets in je handen te houden. Eraan te ruiken en het dan te kopen natuurlijk.